Scabiosa zaaien. Hoe doe je dat? Ik ga je dat in deze video stap voor stap even uitleggen. Scabiosa is een plant die je al redelijk vroeg kan zaaien en die eigenlijk licht nodig heeft om te ontkiemen. Dus we maken een kuiltje in de grond en daar leggen we dan een zaadje in. En dat ga ik je even laten zien hoe je dat moet doen. Nou, de zaaitray die heb ik al gevuld met zaai- en stekgrond. Ik heb het label vastgeschreven van de zaden die ik ga zaaien. En ik gebruik hiervoor een prikstokje. Als je nou geen prikstokje hebt, kan je ook prima een potlood gebruiken. En dan ga ik even gaatjes maken voor in de grond. In elk vakje, want we zaaien één zaadje per celletje, zeg maar. Dus in elk vakje maak ik een klein kuiltje. Want de zaden van de scabiosa zijn redelijk groot. Nou, alle gaatjes heb ik vast gemaakt en hier zijn de zaden van de scabiosa. Zoals je ziet zijn die best wel groot en als je goed kijkt zie je dat er van die mooie kleine trompetjes zijn, maar er zitten ook kleine zaadjes tussen. En die kleine zaadjes die komen uit die trompetjes. Dus soms wil het wel eens zo zijn dat er in zo'n trompetje niet meer zo'n zaadje zit. In dit geval wel, je zit er een puntje in, maar daardoor wil het wel eens zijn dat er niks ontkiemt, omdat er in zo'n trompetje niet meer het daadwerkelijke zaadje zit. Nou, heb ik hier dus eentje waar de bel in zit en die leg ik eigenlijk gewoon zo boven op de aarde. Deze ook. Alle zaden heb ik erin gelegd, dus bovenop de aarde, zodat ze licht krijgen. Vergeet dan ook niet even het label voorin te zetten. Ik heb twee verschillende soorten gezaaid. En dan gaan we hem nog in een bak met water zetten. En dan gaat hij zich volzuigen. Nou, ik heb de bak goed gevuld met een goede laag water. En dan ga ik de hele tray, ik heb nog wat andere zaden, ook lichtkiemers, heb ik erbij gezaaid. En dit laat je zo 20 minuten volzuigen en dan haal je het eraf. Nou, de bak heeft 20 minuten in het water gestaan en is helemaal volgezogen. Je kan ook zien aan de aarde dat hij dan donkerder is gekleurd. Dus hij is goed nat. En dan geef ik hem een kap, zodat het klimaat goed blijft. De vochtigheid blijft daar een beetje hangen en dan kunnen de zaden goed gaan ontkiemen. En geef hem een goede lichte plek, want het zijn lichtkiemers, dus de zaden gaan ontkiemen door het licht. Ik neem hem mee naar binnen, dan staat hij net even wat warmer. En zodra ze boven komen, dan gaat hij naar de kas, zodat ze extra veel licht krijgen. En deze gaat nu voor het raam. Succes!